We moeten natuurlijk wachten op die uitwerking van dat hoofdlijnenakkoord. Daar zijn we allemaal beren nieuwsgierig naar. Maar vergeet niet, en dat ben ik met meneer Soert maar eens, op het moment dat je elkaar vliegen probeert af te vangen en elkaar ook zo ongeveer ruksigloos neersabelt in de verhoudingen. Mm-hmm. Potverdorie zeg, we moeten nog, laten we hopen dat 3,5 jaar blijft zitten in die zin. Er zijn nogal grote opgaven. Mm-hmm. En hou elkaar een beetje overeind. Goed, dat het politieke jaar weer is begonnen was niet te missen in de media, want de fractievoorzitters van de coalitiepartijen lieten zich de afgelopen dagen weer prominent zien in de media. Het is maandag 2 september. Welkom bij Goedemorgen Nederland. Ja, bij ons op de bank. VVD-leider Dylan Jesselgus, want Den Haag gaat weer aan het werk. Was er na een uurtje of 10 politiek touwtrekken eindelijk een akkoord. Caroline van der Plas, goedemorgen. Goedemorgen. De schoollezing die geeft Pieter Omtzigt. Het is een beetje een ongemakkelijke oefening hoe je precies een extra parlementair kabinet vormgeeft. Nou, daar is af en toe wat gezonde spanning op. En we hoorden VVD-leider Dylan Jesselgus bij Goedemorgen Nederland, Caroline van der Plas bij Sven op 1. En Pieter Omtzigt was door EW uitgenodigd om de HJ schoollezing te geven. Die was allemaal de afgelopen 24 uur. Tessel, lekker dat het weer begonnen is. Politiek journalisten mogen weer uit hun zomerslaap. Nou, ik vond wel meteen heel veel ook, als ik zo vrij mag zijn om dat te zeggen. En het begon natuurlijk al met het soort van explosieve verhaal van de Telegraaf. Hè, over hoe er, daar hebben jullie gisteren ongetwijfeld over gesproken. Mm-hmm. Hoe die 10 uur durende vergadering verliep. En, over de begroting. Over de begroting. En Pieter Omtzigt die daar uiteindelijk weer op reageerde. En daarom was ik ook heel benieuwd naar die HJ schoollezing van gisteravond. Daar heb ik me, moet ik eerlijkheidshalve zeggen, doorheen geworsteld. Niet alleen door de uitermate slechte beeldkwaliteit van NPO Politiek die enorm haperde. Maar het was wel het verhaal van Pieter Omtzigt. Dus met veel slides en cijfers. En wat ik heel teleurstellend vind, is dat het gebracht werd als: ik ga nu even de oplossingen aandragen voor de problemen waar we al jaren mee worstelen. Die oplossingen waren er niet. Behalve, we moeten de regie terugpakken. Hoe blijft dan volledig in het ongewisse? Zullen we even luisteren? Ja. Maar hij kwam toch wel met het verhaal wat we van hem kennen. Politici kunnen de regie pakken. Laat ik beginnen met de regie met zaken in Brussel. Het is niet uitzonderlijk om opt-out te vragen aan Brussel. Gebroken verkiezingsbelofte en gebrek aan grip op migratie en een overheid die de kerntaken verwaarloost. We zien wat er gebeurt in het VK. De migratiestromen zijn fors. Hier een klein stukje, want het was een lang verhaal wat hij gehouden heeft. Hij zei veel dingen, veel zaken. Maar jij zei, ik miste eigenlijk gewoon goed beargumenteerde oplossingen. Ja, en tuurlijk, hij heeft er heel erg gelijk in. Als je het hebt, los van het feit dat er ongeveer het hele verkiezingsprogramma van de NSC opnieuw voorbij kwam. Wat ingewikkeld is dingen aanduiden als zijnde een groot probleem waar niet op wordt geageerd. Een van de dingen die hij noemde was bijvoorbeeld het onderwijs dat hard naar beneden gaat. Terwijl we inmiddels weten dat er door het nieuwe kabinet 1,8 miljard op gaat worden bezuinigd. En dat vind ik dan heel moeilijk om aan te horen. Dan denk ik, fijn, maar dit is niet het begin van een oplossing. Ja. Hetzelfde geldt voor die opt-out. Het is niet ongewoon om het te vragen. We weten inmiddels dat het juridisch praktisch onmogelijk is om hem te krijgen. Ja. Dus je moet daar heel voorzichtig mee zijn. Ja. Als politiek journalist volg je natuurlijk alles wat er gebeurt. Dus je luistert naar Sven op 1. Als je weet dat Caroline er zit, je kijkt naar WNL om te horen wat Jesselkus zegt. Je volgt dus ook de HJ schoollezing en dan moet je keuzes maken. Ja. Kan het dan ook zijn dat je zegt, wat Pieter Omtzigt eigenlijk heeft betoogd gisteren, dat verhaal kennen we eigenlijk wel. We doen het niet of we doen het in een kortje? Misschien ben ik het verkeerde voorbeeld. Kijk, ik volg natuurlijk alles omdat ik wil weten wat dat voor Brabant zou betekenen. Ik ben natuurlijk politiek verslaggever voor Brabant. En dat levert heel veel werk op waar het relatief weinig uitkomt. Want zo'n HJ schoollezing, waar ik dan ook naar kijk, als we het hebben over het korten van de arbeidsmigranten, waar wij in Brabant ongelooflijk veel mensen van hebben rondlopen en daar oplossingen voor zoeken. Dat vind ik dan interessant. En die keuzes die maak je altijd pas achteraf. Dan heb je al uren gezeten en dan denk je, oké, niks nieuws gehoord. Nee, maar goed, wat vervolgens dan de consumenten zien krijgt, is een tweede. Ben je dan nu bezig al met het maken van die keuzes? Want voorheen waren politici wat minder beschikbaar. Was nog een klacht die te horen was, hè, dat je ze weinig kon bevragen. Nou, nu zijn ze allemaal beschikbaar. Dat is positief. Dat moet is positief. Je keuzes maken. Ja, moet je keuzes maken. En die keuzes zullen voor Brabant sneller liggen op bezuinigingen, onderwijs, de gevolgen voor ASML, als je het hebt over arbeidsmigranten en de arbeidsmigratie op het gebied van landbouw. Ja.
dan op de bevolkingskrimp. Ja, Elger, het positieve is dus, ik zei het al, ze zijn dus wel beschikbaar. Ja, je kunt ze bevragen. Ja, want ze zitten niet in het kabinet. Ze zitten in de Kamer en hebben daar hun eigen partijpolitiek uit te dragen. En via de media. Dus ze zijn misschien wel te veel beschikbaar. En uiteindelijk denk ik ook wel dat het voor het publiek in ieder geval wennen is. Maar misschien ook wel verwarrend dat er overal partijleiders zitten van de partijen die het kabinet vormen en die dan ook deels tegen het eigen beleid ageren. Vind jij het moeilijk ook persoonlijk? Ik heb gewoon besloten om gewoon maar niet te veel naar te kijken en te luisteren. Want ja, ik weet al, ze gaan gewoon hun paradepaardjes van hun eigen partij waar ze voor staan, gaan ze continu ventileren. Terwijl het kabinetsbeleid niet altijd gelijk is aan die punten. Ja, tegelijkertijd, hoe het was, daar wil iedereen vanaf. Dus er moest iets nieuws komen. Het is een leuk experiment. Daar zitten we nu. Fascinerend. Ja? Ik denk niet dat het de oplossing is. Nee, Sjoerd Sjoerdsma, bevinden we ons nu misschien in een soort eeuwigdurende campagne? Ja, zo lijkt het een beetje. Als je kijkt naar de profileringsdrang van de politiek leiders, dan lijkt het inderdaad. Kijk, normaal gesproken heb je na de verkiezingen heb je een soort van periode, een afkoelperiode waarin politiek leiders elkaar nog eens een keer aankijken en zeggen, nou weet je, dat debat dat wij hebben gevoerd, dat was inderdaad heel scherp, maar we moeten nu toch samen door één deur laten proberen tot compromissen te komen, tot een regeerakkoord. En dan daalt dat stof langzaam neer. En dan op een gegeven moment zijn de verhoudingen weer hersteld tot iets wat normaal lijkt. En nu lijkt het alsof die campagne niet alleen campagne was tot aan de verkiezingen, maar ook na de verkiezingen is doorgegaan, tijdens de formatie is doorgegaan en nu na de formatie nog weer opnieuw is doorgegaan. En op zich vind ik het zelf heel verfrissend dat de politiek leiders in de Tweede Kamer blijven, zodat er een politiek debat mogelijk is. Ze houden kleur op de wangen. Ja, er blijft kleur op de wangen. Ik denk dat het ook gewoon voor wat daar in de Tweede Kamer gebeurt, dat het een positieve zaak is. Maar ik vind zelf dat media-optredens over wat er binnen kamers gebeurt en de ellende die daar plaatsvindt, neemt misschien het transparantiestreefje net een beetje te ver. Dan heeft u het over het nieuws wat de Telegraaf gisteren meldde over. Ja, ik bedoel, we hadden net de ruzie er was tijdens de begrotingsbesprekingen. In Stand.nl ging het net nadrukkelijk over hoe belangrijk het is dat politici aandacht besteden aan burgers. Mm-hmm. Maar dan moet je het als politicus ook hebben over de oplossingen waar je voor staat en niet over de onderlinge verhoudingen. Niemand zit er eigenlijk op te wachten. Nee. Maar goed, Tessel, is het eerlijk om daar ook nu, want we zijn ook best wel vroeg nog, hè, we hoorden dat voor Bremer ook tijdens Stand.nl nog zeggen, we zijn best wel vroeg met het beoordelen van dit kabinet, moet het heel even afwachten. Want het is voor iedereen, dat zei Caroline van der Plas gisteren ook nog bij Sven op 1, hier op de zender. Het is voor iedereen gewoon ook een beetje wennen. Het is voor hen wennen, het is voor ons wennen. Nou ja, het is natuurlijk wel een beetje zorgelijk dat Caroline van der Plas bij Sven zegt, we moeten nog eens even met elkaar om tafel wat dat extra parlementair nou precies inhoudt, want de neuzen moeten dezelfde kant op. Dan denk ik, we hebben een informateur gehad, Kim Utters, die daar zijn hele periode aan heeft besteed. Dus dat vind ik dan ergerlijk. We moeten natuurlijk wachten op die uitwerking van dat hoofdlijnenakkoord. Daar zijn we allemaal beren nieuwsgierig naar. Maar vergeet niet, en dat ben ik met meneer Sjoerd maar eens, op het moment dat je elkaar vliegen probeert af te vangen en elkaar ook zo ongeveer ruksigloos neersabelt in de verhoudingen. Potverdorie zeg, we moeten nog, laten we hopen dat 3,5 jaar blijft zitten in die zin. Er zijn nogal grote opgaven. Hou elkaar een beetje overeind, zou ik zeggen. Is daar nog een rol weggelegd voor de journalistiek? Nee, nou, dat vind ik altijd zo makkelijk om te roepen, als jullie het niet hadden opgeschreven, dan hadden we het er niet over gehad. Ik bedoel, dat lijkt me maar niet. Om daar ook politici op te bevragen. Want jij bent nu kritisch en jij zegt, ik vind dat ze eigenlijk te veel met zichzelf bezig zijn. En ze moeten gewoon de problemen het land oplossen. Je zou kunnen zeggen, daar kun je politici natuurlijk ook gewoon op bevragen. En zeker, ze zijn nu beschikbaar. Ja. Zie jij ook die verantwoordelijkheid? Nou ja, zeker. Dat controleren van die macht, dat is onze rol. Dus dat moet je zeker doen. Maar je moet ook doorvragen. Want heel kort nog even, Jessicus die op de bank zit bij WNL en het heeft over het migratieprobleem en ook weer blijft hangen in, daar moet een oplossing voor komen en daar moeten we het over hebben en dat gaan we proberen. Ja, hallo, daar hebben we niks aan. Hè? Dus daar moeten we ook scherp op zijn. Wil je meer van het Mediaforum zien? Klik dan hier voor de andere video's van Spraakmakers. Of luister het Mediaforum dagelijks terug via je favoriete podcast-app.